het weer. Ja, werkt niet zo mee vandaag. En dit weekend volgens mij ook niet. Maar als je dit weekend toch wat wil ondernemen, dan moet je even opletten. Ja, Carla Bierma van Visit Flevoland, die weet altijd wel iets te verzinnen. Ja, ja, wat kunnen we gaan doen, Carla, dit weekend? Nou, het is gelukkig een beetje binnen en een beetje buiten. Dus dat maakt het misschien al wel goed. Maar het hele weekend staat eigenlijk in het teken van kunst en cultuur. En zowel in Lelystad als in Almere kun je dat eigenlijk gaan aanschouwen. En in Lelystad heb je de Tour of Art Flevoland. En daar zijn 37 Flevolandse kunstenaars die exposeren op 18 verschillende locaties hun werken. Hmm. En zijn dat dan bijzondere locaties? Het is soms ook gewoon bij mensen thuis, volgens mij, of in ateliers. Dus het is heel verschillend eigenlijk. En op de site tourofartflevoland.nl kun je kijken waar die locaties zijn. En dan kun je ook boekjes krijgen om het ook naar het bekijken. En wil je nou alle kunstwerken bij elkaar zien, dan kan het ook in de Kubus, het cultureel centrum aan de Agorabaan 3 in Lelystad. Daar is een expositie van alle kunstenaars van één werk, zeg maar. Dus dat kun je daar bekijken. En ze hebben dit jaar ook voor het eerst nieuw hebben ze een Never Ending Art, heet dat. En ze op het grasveld voor de Kubus. En daar zijn twee Almeerse kunstenaars. En dat is Ninette Koning en Mariel Bisschops. En zij gaan samen met de mensen die daar aanwezig zijn, bezoekers, gaan ze kunst maken. Dus dat is heel leuk. Maar ja, laten we hopen dat het weer een beetje goed is. Misschien kunnen ze nog een tent opzetten. Dus dat zover in Lelystad. En dan in Almere, daar heb je morgen. Dus Tour of Art is dus morgen en zondag, is 2 dagen. Maar in Almere is alleen morgen, dat is het Buitenhaven Festival. En je zou zeggen, waar met het Buitenhaven? Morgen is het in Almere Buiten en volgende week zaterdag in Almere Haven. Ah. En dat is een iets breder cultureel festival. Het is niet alleen kunst, maar het is ook dans, muziek, een stukje cultuur. En dat vindt eigenlijk dus morgen in Almere Buiten op verschillende locaties plaats. Even kijken, op het Baltinoorplein en het Globeplein. En ook in het winkelcentrum zijn kunstenaars aanwezig die een en ander laten zien. Straatartiesten lopen daar rond, ook in Doemeren. Dat is ook leuk voor kinderen dus. Ja. Zeker. En het cultuurhuis Almere Buiten, daar is ook aandacht voor cultuur uit andere landen. Dus dat is ook leuk. Een heel multicultureel festival ook. En de podia zijn open vanaf 12 uur. En dat is ook zo morgen bij de Tour of Art in Flevoland. Van 12 tot 6 is het. Dus het is alleen in de middag. Ja. Eerst even uitslapen. Ja, precies. En dan tenslotte, de Noordoostpool, die noem ik toch nog maar even. Want de poëzietour Dichter op het Water, die is verlengd vanwege succes. En dat is heel mooi. Ook omdat het festival Zomer op Schokland is een beetje in het water gevallen door corona. In juni hebben ze heel veel dingen moeten afblazen. En in juli hebben ze toch deze tour, zeg maar wel, kunsttour wel gelanceerd. En dat was een overweldigend succes. Dus die is verlengd tot volgens mij eind oktober. Nee, tot na de herfstvakantie. Dan zit je inderdaad al eind oktober. Dus het is een en al kunst en cultuur dit weekend. Goed, ja? Alles kunnen we nog even nalezen bij jullie op de site. Ja, visitflevoland.nl. Carla Bierma, dankjewel.